Fietsen in het binnenveld tussen Wageningen en Rhenen wordt straks nog leuker. Het fietsnetwerk in deze groene oase wordt uitgebreid met een extra stukje fietspad en een brug over de Grift. Zo worden twee bestaande fietsroutes op elkaar aangesloten. De gemeente Wageningen is door de regio gevraagd om hier het fietspad en de fietsbrug aan te leggen. En dat doen wij met heel veel plezier, want dit stukje fietspad en de fietsbrug legt net een ontbrekende schakel aan in het hele fietsnetwerk van het binnenveld. En het binnenveld is voor een heleboel inwoners van Wageningen, maar ook van andere gemeenten, een belangrijk recreatiegebied. Dus door het pad en de brug aan te leggen, maken wij het fietsnetwerk compleet. En dat vinden wij geweldig. De eerste stap is de aanleg van het fietspad. De gemeente Wageningen heeft bewust gekozen voor een nieuw soort materiaal, Easy Path. Nou, het bijzondere aan deze platen is, ten opzichte van een gewone traditionele betonplaat, deze platen zijn voorzien van een sparing aan de zijkanten. En daarin past dus een kunststof wig in. En door die wig hierin te plaatsen, en dan de volgende plaat, die wordt er dan tegenaan geschoven, dan zijn de platen dus aan elkaar gekoppeld. En doordat ze aan elkaar gekoppeld zijn, kunnen ze ten opzichte van elkaar eigenlijk nooit verzakken. 10 jaar, 15 jaar, 20 jaar, dan is de asfalt eigenlijk totaal op. Nou, deze platen, dat is in de praktijk gebleken, als je goede betonkwaliteit hebt, die gaan gewoon 40, 50, 60 jaar mee. Dus dat is een enorme lange levensduur. Als de platen van het fietspad zijn gelegd, begint de volgende fase. Dan komen de onderdelen voor de brug aan over de Grift.